Alle achterstanden in het binnenland moeten worden ingelopen. Dat zei president Chandrika Prasad Santokhi tijdens een bezoek aan het district Sipaliwini. Met dit bezoek heeft de regering reeds 6 districten bezocht. President Santokhi hield de bewoners van het dorp Pusugrunu voor dat behalve de achterstanden die ingelopen moeten worden, er ook gekeken zal worden naar het grondrechtenvraagstuk. De president heeft beloofd dat er een oplossing komt in deze kwestie. Het staatshoofd zei dat hoewel de vorige regering grote schulden heeft achtergelaten, deze regering het land weer tot ontwikkeling zal brengen. Maja da so wan gudu kondre. Be gudu de, go to de, oli de, busi de, fisi de, diamanti de, aleisi de. Dat toch u koma poti kondre. U aba moed, u aba vertrouwen, u aba netwerk, u aba internationale contacten. En we rokken 24 uur per dag voor los de problemen op. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport haalde aan dat eenheid belangrijk is om Suriname tot ontwikkeling te brengen. Ze hoopt dat de binnenlandbewoners zich dan ook bundelen om het achterland verder te ontwikkelen. En ik hoop dat die boodschap erachter, dat die eenheid voor Bondro Kwawang, met die sahide son die dat patio nu komt volk, maar met kom bij elkaar, met die son die dat chao komt makanda, nou goku fesi. Met die solo dat die gebieden voor naar die binnenland komt tot ontwikkeling. Met die sa son die dat chapoi nen daunu, maar met luku anta chagan nen daunu voor sa kwa fesi. Dat was minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. Ze maakte deel uit van de regeringsdelegatie die het afgelopen weekend een bezoek bracht aan het dorp Pusugrunu.